Nou, wat ik als belangrijkste verandering zie is dat de functie breed geaccepteerd is. Vroeger had je de controller. Nou, dat was in het begin ook van, nou, heb je die nou nodig? Is dat niet iets heel tijdelijks? Nou, dat bleek het niet te zijn. En datzelfde geldt in mijn ogen ook voor risicomanagement. En daaraan gekoppeld is het voor mij heel belangrijk van, je moet een risicomanager heeft bestaansrecht als die toegevoegde waarde levert. Ik probeer duidelijk te maken van hoe we dat dan bij NS-stations vormgeven. En voor NS-stations heb ik ook een visie uitgewerkt op risicomanagement. Nou, voor mij is daarin cruciaal dat je het bedrijf helpt om de doelstellingen te realiseren. CQ, een afdeling, een bedrijfsonderdeel. En dat moet je drive zijn om risicomanagement in te vullen. Als je het in gaat vullen vanuit de rol van de politieagent van let op, dit is niet goed en dat is niet goed. Ja, daar scoor je niet echt mee. De belangrijkste eigenschappen van de risicomanager heb ik in mijn studie risicomanagement helemaal uitgewerkt. En daar kwam ik er tot 7. En die zijn inmiddels een jaar of 6 oud. Dat onderzoek is een jaar of 6 oud. Maar voor mij staan die nog steeds. En nou, in de opleiding zelf, dan zal ik daar ook dieper op ingaan en er meer over zeggen. Ik kan ze wel noemen, dat is de toon at the top. Heel belangrijk, en dat is wat mij betreft ook de basis, het waardensysteem van de organisatie. Vervolgens heb je dat je uitgaat van vertrouwen. Je bent proactief, je communiceert veel, je helpt de organisatie doelstellingen realiseren. Je bent erop gericht om bezig te kunnen zijn in een sterk dynamische omgeving, een uitdagende context noemen we dat dan. En dat we klein en zelfstandig zijn. Voor mij zit risicomanagement heel erg in de trits van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. En daar probeer je een bijdrage aan te leveren. Je maakt mensen ervan bewust dat ze een risico lopen. En op het moment dat het bewustzijn er is, dan help je ze om dat risico beter te beheersen. En op het moment dat mensen zelf door dat proces heen gegaan zijn, dan heb je die bewustwording wel. Risicomanagement zegt men vaak, een kwestie van gezond verstand gebruiken. Dat heb ik ook veel gehoord voordat ik die masteropleiding ging doen. Die masteropleiding gaat heel erg de diepte in het vakgebied. Heeft mij heel erg geholpen om de context goed scherp te krijgen. En om de rode draad, de grotere lijnen te zien. En zo'n training als waar wij het over hebben, die helpt heel erg om het in een groter geheel te zien. En je krijgt altijd bagage mee, ook vanuit de praktijkdocenten, waar je heel praktisch zelf weer mee aan de slag kan. En laten we alsjeblieft met elkaar ervoor zorgen dat we het praktisch houden.